night is young. Our memories echo inside me. This time is slowly ticking away. I miss the way that we were in harmony. I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. Now we're like footprints in the snow. Slowly fading until it's over. Broskies, welkom bij de volgende aflevering van de FC24 Harry van der Haring Player Career. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. We hebben dus in de vorige aflevering 2 doelpunten gemaakt. Dat betekent dat hij een algemeen omhoog mag. Dus dat gaan we meteen fixen. Even kijken. Wat gaan we upgraden? Misschien kopballen. Plus 1. Nog steeds een 62 algemeen. Oké. Okay. Korte paas. Plus 1. Wordt 59. Volleys plus 1. Schotkracht plus 1. Springen. Plus 1. Afstandsschot plus 1. Nog steeds een 62 algemeen. Iets leniger. 71. Balans. 57. Composure. 51. Balcontrole. Plus 1. Dribbelen ook plus 1. We zijn nog steeds een 62 algemeen. Dan gaan we afmaken. Upgraden naar een 60. Sprintsnelheid. Plus 1. En kijk, we zijn dus nu een 63 algemeen. Perfect. En trouwens, als hij nog 3 doelpunten maakt, mogen wij onze eerste speelstijl uitkiezen. En ik zit wel te denken aan vrije trappen. Dat is deadball. Wel aan te denken. En zoals je kan zien, hij is dus nu een 63 algemeen. En zwakke beest staat trouwens op 3 sterren. Want ik had het dus gezet op 1 ster. Maar dan krijg ik een soort van glitch. Dan verandert het algemeen terug naar een 59. Dat was zijn eerste algemeen toen ik hem had aangemaakt. Dus we moeten het helaas laten op 3 sterren. We gaan even kijken naar de kalender. Want Harry van der Haring gaat zijn debuut maken in de Eredivisie voor RKC Waalwijk. En de allereerste wedstrijd van Harry van der Haring in de Eredivisie is tegen SC Heerenveen. De tweede wedstrijd is tegen AZ Alkmaar. En dat is ook meteen de eerste thuiswedstrijd van en RKC en natuurlijk Harry van der Haring. En de laatste wedstrijd van de maand augustus is tegen NEC Nijmegen. We zitten ondertussen in de nieuwe maand. Dat betekent we mogen 1 keer trainen. En dat gaan we meteen doen. Alles simuleren. Lekker bezig. We hebben activiteiten. Lees een boek van de clublegende. En dan is het wachten voorbij. De allereerste wedstrijd van Harry van der Haring in de Eredivisie is de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. Geschiedenis wordt geschreven. Hij krijgt 7 minuten de tijd. 7 minuten is echt bizar weinig. Maar het staat 0-0. Kan Harry van der Haring de wedstrijd winnen voor RKC Waalwijk? Het debuut van Harry van der Haring in de Eredivisie. Hier zijn we dan, jongens. Het officiële debuut van Harry van der Haring. En we hebben net te horen gekregen, hij heeft het nummer overgenomen van Kramer. En die hebben wij zojuist vervangen. We kiezen voor de 6.5. We mogen dus geen L1 drukken, hè. Het gaat steeds beter, maar mijn vinger die staat sowieso daar. Want ja, weet je, ik ben het gewoon gewend. Oh, dat is lekker. Harry van der Haring. Harry van der Haring! Wat een redding! Wat een redding! Maar we gaan wel de wedstrijd winnen! Wat jammer dat Harry van der Haring die niet heeft gescoord. Maar RKC staat voor met 1-0. Hij had hem wel moeten afmaken hoor. Oh, zonde man. Mats Seuntjes met het doelpunt. Hij krijgt dus alle eer. Maar wij weten allemaal, het kwam door Harry van der Haring. RKC Waalwijk staat voor met 1-0. Tegen SC Heerenveen op bezoek. Wat een debuut van Harry van der Haring. Doe maar raad toe. Over de verdediging heen. Je zou het kunnen doen. En hij doet het. Bakali. Aan bijen. En ja, de onervaren. Ah, met een beetje geluk. Oh nee, dat meen je niet. Wie stond buitenspel dan? Ik denk Seuntjes. Ah, zonde. Zonde, jongen. Heerenveen krijgt misschien de kans voor de gelijkmaker. Ze hebben de ruimte. Ze hebben de tijd. Hier is Haal. Daar is Wallenmark. En wat een verdedigende actie. Iemand is geblesseerd. Dat is Seuntjes. Roemeratu. Ja, dit wordt lastig. We gaan wel proberen om vrij te lopen. Hij moet opgeven. En dat doet hij niet. Ja, dan ben je hem kwijt. Ja, dan ben je hem kwijt. Oh, met een beetje geluk. Sta op.
En hij geeft hem. En ja, dat was gewoon te lastig, jongens. Oh, hij heeft wel kansen gehad, hoor. Oh, die eerste had hij moeten afmaken. Zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie voor RKC. Bijna een doelpunt. Maar wel dankzij Harry van der Haring. 3 punten voor RKC Waalwijk. Lekker debuut voor Harry. Dit zijn natuurlijk hele mooie beelden. We zijn benieuwd naar het cijfer van zijn allereerste wedstrijd. Een 6.4. Dat betekent, hij heeft het net niet gehaald. Ai, ai, ai. Dat is wel zonde, hoor. Ajax speelt gelijk tegen Heracles Almelo. Heel realistisch. Min 5, ondanks 2 doelstellingen behaald. Seuntjens scoort zijn eerste doelpunt van het seizoen. Dankzij Harry van der Haring hadden ze erbij moeten zetten. Even kijken. Seuntjens 6 dagen aan de kant. Ai, ai, ai. Rapid win, even kijken. Oeh, ze hebben Axel Dongen overgenomen voor Ajax. Heerenveen, even kijken. Hoge verwachtingen bij debuut Elliot. Hebben we niet gezien. Supercup. Wat is hier aan de hand? En natuurlijk Manchester City, Haaland en Pep Guardiola met de overwinning. En dan gaan we naar de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen AZ Alkmaar. We mogen dus niet trainen. Even kijken. Hij gaat spelen als rechte middenvelder. Hij wil de acceleratie. Maar 7 minuten. Weer maar 7 minuten. En het staat weer 0-0. Zou dit de wedstrijd kunnen zijn van Harry van der Haring? Ik denk het niet. Hij speelt niet als spits. Maar 0-0 is wel een goed resultaat. De eerste thuiswedstrijd voor Harry van der Haring voor RKC Waalwijk. Hij gaat voor het allereerst spelen voor eigen publiek. Daar zijn de fans heel blij mee. Dit is de eerste keer dat ze hem zien. Even kijken. We gaan dit keer voor minimaal 1 doelpunt en of assist. Rechter middenvelder. Nieuwe positie. Lelyveld. Raakt de bal. Ze raakt de bal kwijt. We gaan verdedigen. We gaan verdedigen. Lekker verdedigen van der Haring. Netjes hoor. Ja. Goed verdedigd. Nu moeten we verdedigen. En die bal moet weg. Die bal gaat niet weg. Hij gaat erin. AZ Alkmaar gaat de wedstrijd winnen van RKC Waalwijk. Waar komt dat doelpunt vandaan? Even kijken. Waar gaat het mis? Daar is de nummer 10. Hij wint het duel van de nummer 6. Heel simpel. Hij laat zich gewoon aftroeven. En Fase maakt ook weer een grote fout daar, hoor. Ai, 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 ai. De eerste nederlaag voor RKC Waalwijk. Misschien. Dani de Wit met het doelpunt. We gaan hem vragen. Lelyveld. Roemeratu. We zien mogelijkheden. Daar. Harry van der Haring! Dat kan je niet menen, man. Ik heb nog nooit zo'n mooie redding gezien. Het moest gewoon zijn tegen Harry van der Haring, natuurlijk. Mooie aanval, mooi schot. Maar die redding is klasse. Ik kan niet anders zeggen. Ik kan niet anders zeggen. Heerlijke redding. Er is nog een mogelijkheid. Vraag om de bal. Doorkoppen. En de bal gaat... terug. Even kijken. Oh, we komen er niet bij. Nog 5 minuten op de klok. Nog 5. We gaan pressen. We gaan pressen met z'n allen. Daar is hij dan. Nee! Van Brederode. Ah, godverdamme, wat lekker gedaan van hem. Dani de Wit. Doelpuntenmaker. Daar is Harry van der Haring. Lekker. En we kunnen misschien ontsnappen nu. Hij is natuurlijk super vers, hè. Oh, wie is dat? Paas. De paas. Ah, dat meen je niet. Ja. Nee, dat gaat nooit werken. Ah, zonde, jongens. Zonde. Ah, ze zetten wel druk. Ze zetten wel druk. Kunnen we daar de... Ja, hoor. Roemeratu. Doorgeven. De paas. Nog 1 paas. Je ge... Wat doe je nou? Ah, jongen, hij is... We hebben kansen gehad tegen AZ Alkmaar. Maar helaas. Het is wel natuurlijk een topploeg. En dat is het eind. Oh, wat een redding van Fase. Heerlijk. Maar we hadden dus wel kansen tegen AZ Alkmaar. Maar helaas, jongens. Het mocht niet zo zijn. En de bal wordt wel weer gehaald. En misschien met een klein beetje geluk. Hij valt verkeerd. Hij valt helaas verkeerd.
Counter. Laatste kans, jongens. Vroeg. Hij moet hem over de verdediging heen geven. Hij past hem niet eens. Hij moest hem passen, jongens. Oh, oh, oh. Wat werden er fouten gemaakt. Dure fouten. We hadden kans, hoor, tegen AZ Alkmaar. Zeker. Geen verkeerde wedstrijd. Maar AZ Alkmaar heeft de wedstrijd gewonnen. En eerlijk gezegd hadden wij dat wel verwacht. Een 7.6. Hij speelde wel een sterke wedstrijd, hè, als rechter middenvelder. Dat zou je bijna doen denken. De eerste thuiswedstrijd eindigt in een nederlaag. De fans zijn niet blij. Dat snap ik. En Harry van der Haring staat nog steeds op 0 doelpunten in de Eredivisie. We gaan naar de volgende wedstrijd. En de volgende wedstrijd is de wedstrijd tegen NEC Nijmegen. Wij staan op 9 en NEC Nijmegen op 6. NEC Nijmegen staat voor met 1-0. En Harry van der Haring krijgt 6 minuten de tijd. En weer als rechte middenvelder. Daar is Harry van der Haring volgens mij niet zo blij mee. Maar Harry van der Haring is een harde werker en klaagt niet. Hij gaat Cleonijs vervangen. Als rechter middenvelder. We kiezen weer voor maak minimaal 1 doelpunt van buiten de 16. RKC Waalwijk heeft de bal. En een foute pas aan Min. Dat was wel een mogelijkheid. We moeten aanvallend voetballen. Dat heeft de coach gezegd. 1-0 achter tegen NEC Nijmegen. Onderschepping. Onderschepping. Wat kunnen we doen? Daar is de assist! Het is Harry van der Haring met de assist, jongens! Met nog 5 minuten op de klok! Heeft de coach iets gezien in Harry van der Haring als rechter middenvelder? Want ik moet je eerlijk zeggen, dit doet hij uitstekend! We hebben de gelijkmaker te pakken! En Harry van der Haring met zijn eerste assist uit zijn carrière in de Eredivisie! Hij hoeft nog maar 2 doelpunten of 2 assists of 1 assist, 1 doelpunt. Je snapt wat ik bedoel. Om zijn eerste speelstijl te ontlokken. En natuurlijk 1 doelpunt of 1 assist. Om te upgraden naar, wacht even hoor. Algemeen 64. 64 algemeen bedoel ik. Seuntjens. Oh! Wat een redding van Ros. Ik ga je eerlijk zeggen. Dat was wel nodig. Harry van der Haring stond klaar. Voor de volley. En die heeft hij wel in huis, hè. Dat is een van zijn kwaliteiten. Rober. Voor en... Wat een pas! Nee! Het staat vast met de redding! Wat een heerlijke wedstrijd! Onderschepping. Seuntjens. Nu moeten we vaart maken. Oh, wat een pas! We hebben er niet eens om gevraagd. Van buiten de 16! Wat een redding van Cillessen. Dat was de mogelijkheid voor Harry van der Haring. Hij heeft zijn best gedaan. Er is misschien nog een laatste kans, maar dan moeten we deze winnen. Scheids! Scheids! Dat meen je niet. Oh, jammer man. 1-1. De eerste assist voor Harry van der Haring in de Eredivisie. Dankzij Harry van der Haring heeft RKC Waalwijk een punt overgehouden aan de wedstrijd tegen NEC Nijmegen op bezoek. Netjes gedaan. Een 8.1. Dit was zijn beste wedstrijd uit zijn carrière tot nu toe. We hebben best wel veel tijd over, zie ik. Dus we gaan nog een wedstrijdje spelen, jongens. Daar zagen we Lasse Schöne natuurlijk. De legende. Plus 5. Lekker gedaan, hoor. Lekker gedaan. We gaan nog een wedstrijdje spelen, jongens. We zijn nog steeds een bankspeler, maar eerlijk is eerlijk. Dat is toch best wel realistisch. De laatste dag van de transferperiode. Hopelijk worden we niet uitgeleend. Linzo naar Barça. Zugawara naar AZ Roma. Nee, toch. Trouwens, dit moeten ze wel weer veranderen. Want we kunnen dus nu niet meer kijken naar alle andere transfers. Vroeger kon dat wel. Ramalho is vertrokken bij PSV. En FC Utrecht heeft Tomiak gekocht. En dit is het laatste uurtje van de transferperiode. En de transferperiode is officieel gesloten. We zitten in de volgende maand. Dat betekent we mogen weer trainen. En dat gaan we zeker doen. Alles simuleren. En kijk, we hebben een paar upgrades erbij, jongens. Lekker bezig. Dit is de wedstrijd tegen PSV. PSV heeft maar 3 punten. Wacht even. PSV staat op plek 11. RKC Waalwijk op 9. Ja, oké. Okay. Dat is heel apart. We gaan het zien. Ik wil trouwens even kijken, want we hebben een paar upgrades erbij, hè. We zijn nu een 64 algemeen. We zijn 1 algemeen omhoog gegaan. We kunnen maximaal nog 3 plus algemeen omhoog. Of was het 2? Ik weet niet meer. We gaan naar de wedstrijd tegen PSV. 3-0!
Oké, we hadden dat wel moeten verwachten. Maar Harry van der Haring gaat wel spelen in de spits. Plus, hij krijgt nu 11 minuten. En het mooie is, PSV heeft zijn nieuwe tenuutjes, jongens. En misschien speelt Harry van der Haring ooit bij PSV. Je weet het niet, alles is mogelijk. Hij heeft dus nu 2 doelpunten gemaakt, 1 assist. Hij heeft nog 2 doelpunten nodig, of 2 assists of 1 doelpunt, 1 assist. Voor zijn eerste speelstijl. We gaan het weer proberen. Maak minimaal 1 doelpunt van buiten de 16. Hij was wel dichtbij, hè? In de vorige wedstrijd. Til aan de bal. 11 minuten voor Harry van der Haring. Lekker hoor. Ah! Hij kon hem net niet afpakken. Overname voor RKC Waalwijk. Hij wordt gespeeld op Harry. Harry is een aanspeelpunt. Alleen dat was niet goed gedaan voor Harry. Ledesma voor PSV. Peppi. Til. Wauw, lekker gespeeld hoor. Bakayoko. Misschien het vierde doelpunt van PSV. Het zou kunnen. Daar is Peppi. Wat een blok. Min. Min. De assist. Net niet. Oh. Het doelpunt. Oh. Mist hij hem of werd hij geblokt? Volgens mij mist hij hem gewoon. Volgens mij heeft hij hem gemist. Oh, hij heeft hem gemist. 5 minuten. 3-0. Ja, oké, we gaan sowieso niet winnen, hè, maar een doelpuntje misschien. We gaan druk zetten op Boskagli. Misschien maakt hij een fout. Hij maakt geen fout. Egan. Gaat hij die bal kwijtraken? Nee, jawel. Hij staat niet meer in de spits. Dat is niet goed. Voorzetje, voorzetje. En weer wordt de voorzet geblokt. En... Dat ga je niet menen. Gadverdamme wat de redding van Benitez. Hij maakt een foutje. Hij maakt een foutje. Harry van der Haring. Ja, die kwaliteit heeft hij helaas nog niet. Maar als hij die had, dan was dat een doelpunt geweest. Hij heeft weer de kansen gehad, jongens. Hij heeft weer de kansen gehad. Het komt goed, geloof me. Hij moet er gewoon hard voor werken. Ja, en daar is het vierde doelpunt van PSV. Het blijft wel PSV, hè. Je moet wel je kansen afmaken. Er is een reden natuurlijk waarom het 3-0 stond. En hier is het net 4-0 geworden door Peppi. Harry van der Haring had de kansen. En wacht even. Harry met zijn eerste doelpunt voor RKC Waalwijk in de Eredivisie. En dit is het moment voor Harry. Eindelijk. Ja, ik weet het. We gaan de beste. 4-0. Nu 4-1. Dankzij Harry van der Haring. Maar hij maakt officieel zijn eerste doelpunt voor RKC Waalwijk in de Eredivisie. Wat een moment. En daar is zijn eerste doelpunt, jongens. Eindelijk. 4-1. Tegen PSV. We hadden niet anders verwacht. Maar Harry van der Haring heeft eindelijk zijn eerste doelpunt te pakken in de Eredivisie. Mooie dingen. Een 7.8 voor Harry van der Haring. Lekkere wedstrijd. Plus 15. Dat is niet verkeerd. En trouwens, op deze manier kunnen we ook strijden voor een basisplek. Dit vind ik misschien wel beter. Via de trainingen gaat zo gemakkelijk. Snap je wat ik bedoel? We hebben activiteiten. Ah, het was een derby. Afstopper. Het was een derby. We gaan even kijken trouwens, want... Even kijken. 1 doelpunt, 1 assist in de Eredivisie. En 2 doelpunten in het vriendschappelijk toernooitje. Hij heeft nog 1 doelpunt of 1 assist nodig voor zijn eerste speelstijl. Broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. Tot de volgende aflevering. I'm Outski.